ben Glenn van Stralen, 18 jaar, kom uit Hoogkarspel. Hoe jong ben je begonnen? Toen ik 7 was ongeveer, ja, op de minibike. En in 2015 stapten we over naar de grote motor. Ik ben Rob Hartog, 26 jaar en kom uit Abbekerk. Ik ben in 2011 begonnen met wegracen. Toen was ik 19 jaar. En daarvoor heb ik ook nog 5 jaar motocross gedaan. Dus al met al een aardig tijdje actief in de motorsport. Het kan geen toeval zijn, zou je denken. Van de 24 deelnemers aan het wereldkampioenschap Supersport komen er 2 talenten uit West-Friesland. Ja, ik heb niet in de geschiedenisboeken gekeken, maar voor mij is het nog nooit voorgekomen. Ik vind het mooi dat we met z'n tweeën daar rijden, natuurlijk 2 West-Friezen. Het is wel, wel bijzonder om met z'n tweeën daar van start te gaan. We zijn streekgenoten, dus we kennen elkaar al wel. Ja, we zijn een beetje hetzelfde hout gesneden, dus dat maakt het dus op zich wel makkelijker. En ja, komend seizoen... gaan we ook wel wat dingetjes samen doen met zijn team en ons team, zeg maar, om een beetje samenwerking te zoeken. Ja. Maar op de baan is het natuurlijk strijd. Het is dag in dag uit keihard trainen voor de mannen. Want naast hun motorsportcarrière moeten ze beide overdag gewoon naar hun werk. Het WK gaat in februari van start. In totaal zijn er 12 wedstrijden verspreid over het jaar die gereden gaan worden. De eerste is in Australië. Hoe schat jij je kansen in voor de supersport? Ja, ik denk dat het podium, daar moet ik nog niet aan denken. En dat is in principe ook niet de bedoeling van het team. En de ambitie uiteindelijk voor later ligt er natuurlijk wel. Maar dit jaar staat echt in het teken van leren. En ja, dan zien we het wel. Ja. Ons eigen doel voor komend seizoen is om te eindigen in de top 10 van het wereldkampioenschap. Ja. En in een wedstrijd een keer een top 5 positie te scoren. Dus ja, daar gaan we ons uiterste best voor doen. Zijn jullie aan elkaar gewaagd? Ja, vorig jaar in Assen was het wel zo. Dus nou allebei op een Kawasaki. Toen reed ik voor Niwa. En ja, nu, we gaan het zien in Australië. Ja, succes dit jaar. Oké.